Lieve mensen, ik ga een knipselreading doen en jullie mogen een visje kiezen. En voor je geliefde. Dus kijken wat eruit komt, hè? Wat hij wil zeggen, wat hij voelt. Dus de eerste groep waar je kan kiezen is deze sluierstaart goudvis een beetje. Tweede groep is deze, ik weet niet wat voor vis dit is, maar hele mooie kleurtjes, hij zit op koraal. Dus ja, dat wordt misschien een beetje lastig. Maar ik hoop dat je eruit komt. Vergeet niet te liken en te abonneren op het kanaal. En tot zometeen. Hallo, eerste groep van deze sluierstaart. Ik zal eens kijken wat eruit komt, jullie. Even kijken. Oh, er komt een bevrijding bij je geliefde. Je geliefde gaat zich vrijmaken. Ik vind het wezenlijk dat je af en toe op jezelf wordt teruggeworpen en het met jezelf moet uitzoeken. Ja, dus jouw geliefde is op zichzelf teruggeworpen en moet het ook zelf uitzoeken. Het kan zijn wel dat de bevrijding tot stand komt met medewerken van het universum, hè? Ja, jouw geliefde wordt echt in diepe gegooid. Moet diep gaan, heel diep gaan. Eindelijk echt inspiratie gevonden. Dus misschien ziet jouw geliefde nou echt de oplossingen. Je geliefde vindt jou zeker interessant. Het leven hoeft geen strijd te zijn. Misschien hebben jullie ruzie gehad, maar jouw geliefde wil geen strijd. Jouw geliefde wil eigenlijk de brug over. Met jou. Of dat jij aan de andere kant staat. Hè? Hij wil naar je toe. Wil zijn doelen halen. Heeft ook ja, dus de spiegel aan zelfreflectie gedaan. Heeft zich onderzocht wat hij voelt voor jou. Op goed geluk. Ja. Het is eigenlijk een sprong in het diepe op goed geluk. En het zorgt voor bevrijding. Ook al is het een beetje eng, hè? Deze vrouw loopt over een muurtje. Is het misschien een beetje eng allemaal? Maar het leidt wel toe tot geluk, hè? Als je zo'n pluisje wegblaast, betekent dat je mag je wens doen. Jij bent eigenlijk zijn wens. Hier nog meer pluizen. Dus ja, je bent echt zijn wensvervulling. Misschien hebt hij dat al een keer gedaan, hè? Dat hij een paardenbloem hebt gepakt. Goede tijden, slechte tijden. Ja, het leven is dat natuurlijk, hè. Een leven vol goede tijden, maar ook momenten van slechte tijden. En Cupido wil raakschieten. Nog een letter U hier. Misschien is dat van jouw naam of achternaam of van hem zelf. Ja, er moet nog wel iets van reiniging komen. Ik laat oude overtuigingen los en schep nieuwe opbouwende overtuigingen. Ja, dat is heel goed van jouw geliefde. Die gaat er heel anders over denken, hè? Een stuk positiever tegenaan kijken. Je hebt zoiets, ik ga het gewoon proberen om samen te komen, hè? Op goed geluk en erin te geloven. Geen relatiedip meer. Misschien zit je geliefde in een relatie. Wat niet goed voelt. Dus het zal een bevrijding zijn. Jouw geliefde wil steeds meer omhoog klimmen. Kijk hoeveel plek heb je hier. Ja. En dan weer. Ik schreef mijn vader dat ik niet meer boos wilde zijn. Het voelde als een verlossing.
Dat kan voor sommigen een bericht zijn. Kan zijn dat jouw geliefde iets met zijn vader heeft. Een beetje problemen. In de familieverband voor sommigen. Ik onderneem nu actie zoals mijn gevoelens me dat ingeven. Ja, je geliefde wil echt in actie komen. Omdat hij, ja, er is gewoon liefde. Kijk maar. Die leeuwen geven elkaar een kopje. Jullie horen echt bij elkaar. Het is leuk dat dit als nog zo eruit komt. Jullie zijn, ja, jullie zijn echt maatjes. Man, vrouw. Jullie horen wel bij elkaar. Ik zal nog een paar pakken. Zit dan. Ja, jullie gaan straks heel blij zijn. Vreugdevol zijn. Gek doen met elkaar. Kampioen. Ja, jullie komen als kampioenen hier uit de bus. Wat is dit? Ja, jullie gaan alle stekelijke dingen, dus hulst, overwinnen. Hij en jij ook. Om samen te komen als twee leeuwen die bij elkaar horen. Is dan wel iets van de reiniging. Dus het kan zijn dat jouw geliefde door een reinigingsproces gaat. Uiteindelijk gaat deze brug leidt toe dat jullie samenkomen. En jullie vinden elkaar heel lief, mooi. Eigenlijk een sprong in goed geluk, hè? Bevrijding in goed geluk. Die sprong wagen, het diepe inspringen, hè? Goed, dat was de reading voor de eerste groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hallo, de tweede groep. Welkom. Vergeet niet te liken, te abonneren op het kanaal, hè? Laten we kijken wat hier uitkomt. Goed. Even die rare stukjes wegdoen. Dat is afval. Ja, jouw geliefde krijgt meer grip op de situatie. Is aan het transformeren, jullie alle twee waarschijnlijk. Leren van het leven. Jullie hebben alle twee geleerd van het leven. Ik was aan het overleven, zegt hij. Ja. Dus jouw geliefde was meer aan het overleven dan aan het leven. In deze reis. Ja, hij deed dingen oppotten, dus opkroppen. Ja, hij heeft niet zijn eigen getoond, hè, zijn gevoelens. Ik ben lang bang geweest om fouten te maken. Ja, en daar maken ze juist fouten, hè, daarin. Als je te bang bent om fouten te maken, maak je juist fouten. Even tussenuit. Het liefst wil jouw geliefde met jou ertussenuit. Ergens naartoe. Wees voorzichtig met wat je zegt. Hij heeft wel geleerd dat hij eerst moet nadenken voordat hij wat eruit klapt, zeg maar. Hij wil een gezond en gelukkig leven met jou. Dan hebben we hier hij wil een nieuw begin. Was in de eerste groep ook al een beetje zo. Zoek weer de verbinding met God. Misschien is hij daar wel mee bezig. Clean zijn, klaar zijn, schoon zijn, reinigingsproces. Met een nieuwe lijn beginnen. Wegvliegen misschien van iemand die hem vasthoudt. Wil zich bevrijden voor een nieuw begin.
Eindelijk is hij er. Ja, hij komt. Eindelijk zal hij er zijn, hè? Voor sommigen van jullie, niet iedereen natuurlijk. Ik hoop voor je dat er heel veel mensen samenkomen. Vet cool. Ja, hij vindt je eigenlijk vet cool. Hij vindt je geweldig eigenlijk. Hij vindt het vreselijk gênant hoe hij zich gedragen heeft, jouw geliefde. Want eigenlijk ben jij vet cool, maar hij heeft zich echt niet zo leuk gedragen. Maar hij gaat dapper worden, hij gaat strijdbaar worden, hij gaat in zijn kracht komen, de koning zijn voor jou. Ja, de poort zit nou nog dicht, maar je mag die straks doorheen, hè? Als hij wegvliegt. 4 overheid, dus hij blijft goed staan. Is de koning. Laat niet meer met zijn zollen waarschijnlijk. Ja, die slapeloze nachten, ja, daar wilt hij ook vanaf. Hij moet niet zo bang zijn voor geroddel, in ieder geval. Dat is hij lange tijd denk ik bang van geweest, dat geroddel. Ja, hij wil weer de warmte voelen, hè, tussen jullie. Ik ontspan en koester mezelf. Ik stel me open voor vreugde. Ja, hij leert zich meer te ontspannen en zichzelf te koesteren. Hij weet dat jij de vreugde bent ook, hè. Hoofdbreker. Ja, er zit heel veel in zijn hoofd. Hij denkt maar na en na. Voor elke dag. Hij wil eigenlijk er zijn voor jou elke dag. En dat is natuurlijk ook wel dat hij dingen door moet knippen. Wat hij jarenlang misschien niet wou, hè. Maar eindelijk is hij er. En hier zit toch ook wel free. Dus hij gaat zich bevrijden uit het koordje. En ja, het kan zijn dat hij veel meer licht in zich hebt. De duisternis wijkt uit zijn systeem, hè? Het universum ook licht naar hem stuurt. Ik ga nog een paar pakken. Nou, UFO, misschien gelooft hij in UFO's. Terwijl ik het universum leer vertrouwen, ontvang ik alles wat ik verlang. En de zon gaat weer schijnen in het leven van jouw geliefde en jou. Dus dan gaat ook de poort open. Gaat hij zich bevrijden? Knipt hij dingen door? En dan zal hij uiteindelijk zijn. Want jouw liefde wil ook vreugde. Goed, dit was de tweede groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!